Emir Everts en Dunja Jonge kregen 2 weken geleden een jeugdleentje opgespeld op het stadhuis. Beiden werden daarmee beloond voor een inzet die ze hebben voor de stad op hun nog zo jonge leeftijd. Beide proficiat en welkom dat jullie er zijn. Emir, om met jou te beginnen. Ik zal meteen eventjes het lintje laten zien. Dit is hem. Ja, naam staat ook op de achterkant, heel mooi. Staat dat zonder gegraveerd. Vertel eens, wat doe jij precies? Waarom hebben ze jou beloond met dat lintje? Ja, voor de inzet wat ik doe voor de kinderen en voor de wijk in Maastricht. En namens welke organisatie doe je dat? Van de Stichting Traject, ja. Maastricht Oost-West. En wat is die inzet precies? Wat doe je dan? Ja, ik probeer de kinderen een beetje van de straat af te houden. Een beetje mijn leeftijd en jonger. Mm. Met de activiteiten wat ik doe. In de zomervakantie bijvoorbeeld hebben we springkussens op staan en pleintjes en zo. Mm-hmm. En in de jongerenruimte kunnen we een potje gamen, tafelvoetballen, wat lekkers eten, drinken. Mm-hmm. Gewoon een ruimte voor de jeugd een beetje te ondersteunen. Ja. Tot ze niet op straat katten kwaad uithangen. Ja, ja, ja. Waarom vind je het belangrijk om dat te doen? Ja, ik ben zelf ook een beetje de jeugd. Ja. En ik heb ook 2 jaar geleden ook katten kwaad uitgehaald. Daar heb ik ook heel veel problemen mee gekregen. Ik dacht van ja, ik kan ook andere buurtjongeren voor mij helpen. En tot zij niet in de problemen komen. En dat lukt mij ondertussen nu ook een beetje. Ja, 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 ja. Je had zoiets van, ik heb het licht gezien, ik wil mijn medejongeren gaan helpen. Ja. Oké. Okay. Dunja, ja, dezelfde vraag voor jou. Wat doe jij eigenlijk precies? Waarom heb jij dat lintje gekregen? Ja, dus eigenlijk zat ik, dus ik ben eigenlijk een poster en ik ben gewoon de beeld van kinderen. En nu zijn veel kinderen naar de optredens gekomen, want er waren maar... paar kinderen. Van een buurtopera Malt Thuis, toch? Ja. Dat was het, hè? Ja. En daarna kwamen veel kinderen en zo. En nu beginnen wij nu met nog een voorstelling voor de burgemeester, want er komt een nieuwe. Mm-hmm. Dit is de poster, hè? Waar je het over hebt, hè? Ja. Ja. Ik vroeg me af, waarom heb je hier geen hoofddoek op? Ja, eerst droeg ik geen hoofddoek, daarom. Oké. Toen had ik besloten, toen de optredens kwam, besloot ik om een hoofddoek aan te dragen. Oké. Want het is iets bijzonders voor mij om het te doen. Ja, ja, heel goed. Waarom vind je het leuk om mee te doen aan die buurtopera? Ja, het is gewoon een hobby van mij. Ja. Ik ben er sinds 2016 begonnen, zoiets, 17. Ja. Toen was ik 4 jaar oud. Oké. Ja, toen begonnen wij, maar ja, we hadden nog niet met een voorstelling, begonnen. Ja. En we gingen alleen maar optredens en zo naar mensen die niks hadden te doen enzovoort. Mm-hmm. En eigenlijk hadden we ook zo'n voorstelling, maar die konden niet omdat we quarantaine hadden. Oh, ja. Die gingen niet door. Corona. Ja, ja, en ja. Toen gingen we met die voorstelling waar we nu bezig zijn. Ik bedoel, ja, met die ene voorstelling waar ik op de poster zat, ja, ja. Ja, hadden we die wel door laten gaan. En nu met deze is hetzelfde, maar dan leuker. Ja, waarom is die leuker? Omdat we met mobieltjes zijn enzovoort. Tuurlijk. Zo met oude mobieltjes. Oké. Welke rol speel jij precies in die broederpa? Dat weten we nog niet. We zitten nu alleen te oefenen voor concentratie enzovoort. Mm. En wat is het verhaal dan een beetje? Kun je dat kort uitleggen? Ja, wat ik alleen weet is dat het over telefoons gaat. Dus je praat bijvoorbeeld tegen iemand enzovoort. Dat weet ik alleen maar. Oké. Emir, als we teruggaan naar het moment dat jullie dat jeugdlintje kregen. Hè? Ja. Hoe worden jullie dan uitgenodigd? Wist je van tevoren dat je het zou krijgen bijvoorbeeld? Nee. Nee. Welke smoes ben je dan naar het stadhuis gelokt? Ik werd door mijn collega Leo Bakkers meegesmokkeld. Een beetje van, ga je mee naar het stadhuis? De wethouder wil een beetje weten wat je doet bij het traject. Ah, oké. Okay. Ik dacht van, ja leuk, kom maar zo. Dus ik kom daar binnen. En dan loopt mijn moeder binnen. Ja. Ik denk van, die werken altijd 5:30, 6, dat is heel apart. Dus ik had al zo'n beetje zo'n raar gevoel van binnen, dat hier klopt iets niet. Mm. Ja, en toen werd mijn naam geroepen. En ja. Ik dacht van, dat is wel een eerbetoon, denk ik. Ja, ja, wat ging er door je heen op dat moment? Blijheid. Ja. Dat is blij en trots. Ja. Ja. Want je bent eigenlijk ook een soort van voorbeeld voor leeftijdsgenoten. Ja, dat hoop ik. Ja? Ja. Ja. Wat hadden ze tegen jou gezegd, Dunja? Ja, ik wist helemaal niks van. Ik zit op school en we zaten taal te doen. Ja. En mijn moeder kwam ineens ophalen en daarna zei ze verrassing. En mijn
bijna de hele klas vroeg, wat ga je doen, wat ga je doen? Ja. Ik zei, mijn moeder zegt verrassing. En toen wij weggingen, gingen we naar stadshuis. Ik zeg, we gaan naar stadshuis. Ja. En ik wist niet dat je eigenlijk daarin mocht. Oké, ja. Ja, dat was de eerste keer dat ik daar ging. En toen we daar kwamen, dacht ik, wow, wauw, veel mensen en zo. Mm. Ik dacht dat, dat ik eigenlijk niet zou uitgekozen worden. Ik dacht dat ik gewoon, de publiek was. Daarna toen ze mijn naam hadden geroepen, dacht ik, wat, ik? Mm. Ja, ik was gewoon heel erg geschrokken. Ja. Wat zijn de reacties die heb je gekregen in jouw omgeving op te winnen? Ja, familie en vrienden van ouders dan. Mm. Die waren heel trots en blij voor mij. Mm. Maar mijn eigen vrienden waren eerst van, ja, jij wel. Ja, jij wel. Ja. Dus ik liet het zo zien en daarna was het echt zo van, trots op je. En ja. Ook een stukje waardering van mijn eigen vrienden. Ja. Daar ben ik ook wel blij mee. Ja. En welke plek in het huis heeft u gekregen? In de vitrinekast. Ja? Dat is foto's en trofeetjes. Naast de vele andere prijzen die je nog gaat winnen. Hoop ik. En bij jou, Dunia, waar staat die? Ja, gewoon bij mijn kamer waar mijn broertjes niet in mogen. Want hun zitten er iedere keer aan mijn spullen. Dus dat dacht ik, ja, we mogen niet meer aan mijn kamer. Nee, dat is heel belangrijk dit, hè? Ja, heel goed. Nogmaals, proficiat Emir, Dunia. En ga door met het goede werk wat jullie doen. Ja. En dan wil ik de kijker bedanken voor het kijken naar deze Maastricht Belicht. Ik zie jullie graag volgende week weer. Doei!